Goedenavond, leuk dat je kijkt naar het Autoviewnieuws van vrijdag 4 oktober. Verderop in het nieuws horen waarom Donatella Versace niet blij is met de film over haar en haar broer. En zijn we aanwezig bij de première van de film Chenou. Maar nu eerst Henk Krol. De 50-plus leider en oud-hoofdredacteur van de Gaykrant stopt er namelijk mee. Zijn functie als volksvertegenwoordiger legt hij neer nu naar buiten is gekomen dat hij als hoofdredacteur jarenlang de pensioenpremie van zijn personeel heeft achtergehouden. Dat meldt de Volkskrant. Het geld dat zijn werknemers zelf inlegden voor hun oude dag, bij elkaar tienduizenden euro's, hield Krol achter, waardoor ze nu een behoorlijk pensioengat hebben. In 2007 dwong hij zijn personeel zelfs een verklaring te ondertekenen waarin zij afzagen van hun pensioen voor een periode van 4 jaar. Krol beweert nu dat hij in de tijd niets wist van het afdragen van pensioenen. Niemand wist het. Het was destijds de verantwoordelijkheid van de werknemster die haar taak niet goed heeft gedaan. Aldus Krol. Opmerkelijk in het hele verhaal is dat hij pensioenen altijd hoog op de agenda heeft gehouden van zijn 50-plus partij. Een jaar geleden zei Krol dit nog tegen Autovie. Ben jij in dienst van een of andere werkgever? Jazeker. En heb jij je pensioenfonds mogen uitzoeken? Volgens mij heb ik het niet zelf gedaan, nee. Nee, dat doet je werkgever. Nou, dat is al één hele goede reden om als jongere toch op 50PLUS te stemmen. Want wij pleiten ervoor dat mensen zelf hun pensioenfonds mogen uitzoeken. En dan kun je dus kijken of jij mijn risicovol fonds wilt beleggen, want dat is het in feite, of niet. Dat doe je ook als je een hypotheek sluit. Dan kies je ook je eigen bank. Of als je een zorgverzekering wil, mag je ook zelf kiezen. Maar bij je pensioenfonds niet. Nou, dat vind ik al een hele goede reden voor jongeren om op 50PLUS te stemmen. Ja, hij zegt het echt. Wij pleiten ervoor dat mensen zelf hun pensioenfonds mogen uitzoeken. Ja, dat is mooi, maar dan moet de premie natuurlijk wel worden betaald. Mark Putman, directeur van Autovie, heeft de Gaykrant overgenomen en hij heeft het volgende erover te zeggen. Wat ik erover kan zeggen, het is natuurlijk gewoon heel spijtig en heel zuur voor meneer Krol zelf dat hij zo onhandig is geweest in het bestieren van zijn bedrijf en zijn medewerkers in dit geval op deze manier toch eigenlijk belazerd heeft. En het is ook een beetje naïef, denk ik, van meneer Krol om te denken dat als je zelf de oudere partij vertegenwoordigt en je zo hard maakt van pensioenen, dat je dan zelf degene bent die vervolgens als werkgever de pensioenen van je eigen werknemers niet eens laat afbetalen. En ja, dat is natuurlijk iets waarvan hij vroeg of laat had kunnen bedenken dat als een boemerang zal terugkomen. Dat Donatella Versace een reputatie heeft als een kille dame is duidelijk. En ze heeft er dan ook geen moeite mee om te zeggen dat ze de nieuwe film over haar leven 3 maal niks vindt. Eerder berichten we al dat de film House of Versace gebaseerd is op het levensverhaal van de topontwerpster. Maar het is allemaal fictie, zegt ze nu. Want het boek waarop de film is gebaseerd is nooit geautoriseerd. House of Versace vertelt over haar drugsverslaving en de strijd rondom de moord op haar broer. Of de film ook in Nederland verschijnt is nog niet bekend. En afgelopen woensdag ging de nieuwe film van Tim Oliehoek, Chenou, in première tijdens het Nederlands Filmfestival. Marleen ging naast de rode loper staan en sprak een aantal leden van de cast en andere bekende Nederlanders. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. Prima donna girl. Tim, het is zover. Ja, ik voel hem hoor, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Ja, nee, soms heb je wel eens premières en denk je, oh, kijk hoe men gaat reageren. Maar het voelt gewoon allemaal goed. De recensies zijn goed, de buzz is goed, het zijn allemaal leuke mensen. En de film is ongelooflijk sympathiek geworden. Dat is tenminste wat ik allemaal hoor. Dus ik ga er gewoon een hele leuke avond van maken. Thomas Akda, heb je de man al een beetje achter je kont aan hangen? Nee, maar de film is nog niet uit, hè? Maar ik heb goede hoop. Straks de film. Wat is voor jou nou het spannendste moment tijdens zo'n première? Ik denk het moment dat het licht uitgaat en we in de zaal zitten en de film gaat beginnen. Dat vind ik toch wel altijd heel erg spannend. Ook het moment dat het licht weer aangaat en de mensen dus mogen reageren. En ja, dan zullen we het vanzelf wel horen. Ja, ik heb geen idee, maar ik heb wel een goed voorgevoel. Ik bedoel, je kan niet anders volgens mij dan blij de film uitkomen. Als je kwaad de film uitkomt, dan is volgens mij echt iets heel erg niet in orde. Was het voor het eerst voor jou dat je met een jongen zoende? Ja, zeker. Zowel in film als in real life was dit wel de eerste keer. Ja. Nou, het belangrijkste was de verliefdheid. Verliefdheid spelen is sowieso al heel moeilijk. Dus of het nou op een jongen of een meisje was, dat was voor mij gewoon bijzaak. Het belangrijkste is dat je het gevoel van je bent verliefd op iemand,
ja, goed kunt spelen. En ja, als ik deze boy tegenover me heb, dan is dat best wel makkelijk. Tina, ik vind het toch best wel jammer dat je niet gewoon een super lekkere lesbische barvrouw speelt. Ja, dat vind ik zelf ook heel jammer. Ik had dolgraag, zeker met Isa Hoes natuurlijk, een klein moment willen hebben. Maar ja, dat is me door de neus geboord, joh. Ik had ook wel een vrouw willen caressen. Ik ga jou ook een klein zoentje geven. Nou, kijk, toch gedaan. Toch gedaan. Bedankt, Tina. Graag gedaan. Nou ben je gewoon genomineerd voor een kalf, heb ik gehoord. Ja, een roze kalf. Ja. In Cannes heb je het ook, geloof ik, een roze palm. En dat schijnt daar al wel jaren traditie te zijn. Dus, ja, ik vind het wel mooi dat er iets, dat er iets uitgelicht wordt. Een filmfestival, een internationaal filmfestival, waar dan een gay aspect wordt uitgelicht. Maar ik ben wel heel erg vereerd dat ze het mee hebben genomen. Ja, zeker. Ja, zullen we dan afspreken dit jaar het roze kalf en volgend jaar het gouden kalf? Dat zou heel erg leuk zijn. Spreken we af. Wat zijn je verwachtingen van Shenu? Ik verwacht een feel-good movie. Dat is zoals het heet, hè. Ik hoop ook dat ik me zo ga voelen, maar ik kan bijna niet anders. Want mijn grote vriend Alex Klaas speelt er mee, mijn vriendin Tina de Bruin, Thomas Agda, Ahmed Akabi. Het is echt een hele leuke cast. Ik kan me niet voorstellen dat het tegen gaat vallen. Als jij nou toch dan de drag zou mogen spelen, hè? Wat voor dragnaam zou je dan hebben? Iets van Jamaica dan. Ja. In de film plegen ze een overval, hè? Als jij dan met je allerbeste vrienden een overval zou plegen, welke rol zou jij aannemen? Ik denk dat ik op de wacht zou staan, lekker veilig van alles weg. En er vooral niet te veel mee te maken hebben. Op tijd de wapens halen, op tijd zorgen de schema's uit te printen wanneer de bank open en dicht gaat. De logistieke kant van, denk ik. Ik denk dat ik zou rijden. Jij bent de vluchtauto? Ja. Ja, het liefst wel. Ik heb Drive gekeken en ik was geïnspireerd door die film. Dus dat zou ik dan doen. Dan ga ik op de uitkijk. Waarom zegt iedereen dat toch hier? Wat is dat? Nou ja, dan kan je in ieder geval wegrennen als het fout gaat. Dat is natuurlijk wel zo. Maar goed, ja. Prima donna girl. Binnen in de Schouwburg begint momenteel de film, maar ik heb hem al gezien en ik kan je verklappen, het is echt een superleuke film. Nou, het mooie is dat OUTV 5x2 vrijkaarten weggeeft voor de film. Het enige wat je daarvoor moet doen is de volgende vraag te beantwoorden. Welke acteur speelt Bertie in de film Shenu? Weet jij het antwoord? Stuur het dan naar info@out.tv en misschien zit jij binnenkort wel in de bioscoop. En op vrijdag geef je altijd een kijkerstip voor in het weekend. Mocht je niet gaan stappen zaterdag, dan kun je om 10 uur kijken naar de documentaire We Were Here. Hierin wordt zeer uitgebreid teruggekeken naar de komst en impact van een ongelooflijk belangrijk hoofdstuk in de homogeschiedenis, de AIDS-epidemie. How much sex would they have? A lot of sex. 81 was a big year. That is when everything changed. I remember looking in the window of Star Pharmacy. And there were these little Polaroid photographs. Watch out, guys, there's something out there. The first time I heard about AIDS, I think it was called the gay cancer. We had friends who were dying right at the beginning of the epidemic. Who are you getting it from? Who's giving it to who? None of my friends are around for the beginning. So I want to tell their story. Leuk dat je keek naar het OUTV Nieuws. Sinds deze week hebben we een speciale nieuwssite waar je alle uitzendingen kunt terugkijken. En tevens vind je informatie over de presentatoren, DJ, Marleen en mijzelf. Ik wens je nog een hele fijne avond toe en voor straks natuurlijk slaap lekker.